In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. En met uw geest. Heer, lever mij niet over aan mijn vervolgers, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en de valsheid heeft zichzelf belogen. Van harte welkom in deze eucharistieviering, deze dinsdag in de Goede Week. Nu gaat het heel snel. Overmorgen is al Witte Donderdag, het begin van het paastriduum. Komende zondag, paaszondag. Het gevaar dit jaar met het coronavirus is dat paas een beetje aan ons voorbij gaat. We zijn zo bezig met het coronavirus, we hebben zoveel te lezen in de kranten hoe het gaat wereldwijd, dat we misschien het belangrijkste aan ons voorbij laten gaan. Als ik heel eerlijk mag zijn, maak ik me toch een beetje zorgen over al diegenen die iedere zondag naar de kerk komen en Pasen vierden normaal. Gaat iedereen inderdaad de eucharistie volgen via de digitale weg? En toch, het is een uitnodiging aan ieder van ons. We horen het vandaag in het evangelie. En alle leerlingen, u en ik, wij worden daarop bevraagd. Ben je echt een leerling van mij? Wil je bij mij zijn? Dan zullen wij ook stappen moeten zetten, ook nu. In deze moeilijke dagen. Stappen naar Jezus toe. Zoeken hoe wij hem kunnen vinden. Tijd mij vrijmaken. Niet alleen voor sociale media. Maar tijd vrijmaken voor Jezus. Heel persoonlijk. In een persoonlijk gebed. In een persoonlijke meditatie van al die gebeden. Die in ieder geval vanuit het bisdom Roermond u ook worden aangereikt. Zodat wij ons kunnen verenigen met hem. Die alles aan ons heeft willen geven. Om deze eucharistie goed te kunnen vieren, vragen wij eerst om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, laat ons het mysterie van het lijden en sterven des Heren zo vieren dat wij van u vergiffenis verkrijgen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord in de lezing. Uit de profeet Jesaja. Gij eilanden, luistert naar mij, spitst uw oren, verre volken. Van de moederschoot af heeft de Heer mij geroepen. Mijn naam heeft hij al genoemd, van de moederschoot af. Hij heeft van mijn mond een scherp snijdend zwaard gemaakt en mij beschut met de schaduw van zijn hand. Hij heeft mij een spitse pijl gemaakt en mij in zijn koker geborgen. Hij heeft mij gezegd, mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie ik mijn glorie ga vinden. Maar ik zei, vruchteloos heb ik gezocht, mijn kracht verging in leegte en wind. Maar toch behartigt de Heer mijn recht en komt mijn beloning van God. Thans echter heeft de Heer gesproken, die mij van de moederschoot af tot zijn dienaar gevormd heeft, om Jacob terug te brengen naar hem
en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Hij heeft mij gezegd, gij zijt niet alleen mijn dienaar om Jacob's stammen op te richten en de gespaarden van Israël terug te brengen. Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het refrein van de tussenzang. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. Tot u, Heer, neem ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij. Luister en kom mij te hulp. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats. Mijn rots en mijn burcht zijt gij altijd geweest. Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. Want gij, mijn God, gij zijt mijn verwachting. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Vanaf de moederschoot steun ik op u. Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, uw bijstand de hele dag. Van jongs af heb ik het ondervonden, en nu nog prijs ik uw daden. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. Loof de Heer alle volken, loof de Heer alle volken. Brengen wij hulde aan onze koning. Gehoorzaam aan de Vader werd hij weggebracht naar het kruis als een argeloos lam dat naar de slagbank wordt geleid. Loof de Heer alle volken. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd, toen Jezus met zijn leerlingen aan tafel aanlag, werd hij ontroerd en bevestigde, voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij overleveren. De leerlingen keken elkaar aan in het onzekere wie hij bedoelde. Een van de leerlingen, degene die door Jezus bemind werd, lag dicht tegen Jezus aan. Simon Petrus gaf hem een teken en vroeg hem, wie bedoelt hij? Toen leunde deze tegen Jezus' borst en zei, Heer, wie is het? Jezus antwoordde, hij is het aan wie ik het stuk brood zal geven dat ik ga indopen. Na het stuk brood te hebben ingedoopt, reikte hij het hun toe en gaf het aan Judas Iscariot. En toen Judas dit had aangenomen, voerde Satan in hem. Jezus zei hem, wat je te doen hebt, doe dat spoedig. Maar niemand van de aanliggenden begreep waarom hij dit tot hem zei. Omdat Judas de beurs hield, meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg, koop wat wij voor het feest nodig hebben, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij het stuk brood had aangenomen, ging hij terstond weg. Het was nacht. Na zijn vertrek zei Jezus, nu is de mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in hem. Als God in hem verheerlijkt is, zal God ook hem in zichzelf verheerlijken. Ja, hij zal hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal ik bij u zijn. Gij zult mij zoeken, en zoals ik tot de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Zo zeg ik het thans tot u. Simon Petrus zei hem, Heer, waar gaat gij naartoe? Jezus gaf hem ten antwoord, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, later wel. Petrus vroeg hem, Heer, waarom kan ik u nu niet terstond volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde, uw leven zult gij voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u, nog eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Zo spreekt de Heer. Eén van u zal mij overleveren.
En vervolgens reikt Jezus het stuk brood dat hij ging indopen aan Judas. Met de woorden, wat je te doen hebt, doet dat spoedig. Judas, degene die Jezus heeft verraden. Degene die zo'n groot kwaad heeft gedaan, dat we het ons eigenlijk nauwelijks kunnen voorstellen. Het was beter voor die mens als hij niet geboren was, zegt Jezus zelfs over zijn verrader. Judas. Wie is Judas in onze dagen? We kunnen bijvoorbeeld denken aan iemand die een Judas-streek uithaalt. In deze tijd van het coronavirus. Gisteren zo in de krant een bericht. Twee mannen die voor een gigantisch bedrag, het ging over een paar miljoen, aan mondkapjes zouden leveren. En vervolgens blijkt het puur bedrog te zijn. Mensen die in deze crisis alles doen om er zo goed mogelijk uit te komen. Terwijl de Verenigde Naties oproepen om een strijd bij nu even te begraven en te zorgen dat oorlog in ieder geval even een pauze inlassen, zodat men zich op het coronavirus kan richten, roept IS juist op om juist nu met aanslagen te beginnen. En er is een opleving van IS met geweldig veel, ja, verschrikkelijke aanslagen in Syrië. Zijn dat niet de Judassen van onze dagen? Maar dan komt Jezus naar ons toe. En hij komt heel dichtbij. Want terwijl Judas weggaat en er staat, het was nacht. Want dat is de kleur van ISIS. De nacht, zwart, alleen maar dood. Op dat moment spreekt hij u en in ieder geval mij aan. Als hij Petrus aanspreekt. Petrus die zo vroom zegt, ja Heer, mijn leven zal ik voor u geven. Maar dan krijgt dezezelfde Petrus te horen, Petrus, nog eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Ook Petrus heeft Jezus in de steek gelaten. De haan kraait. En op dat moment, als dat zal gebeuren, diezelfde avond van Witte Donderdag, weet Petrus dat ook hij, Jezus, niet trouw is geweest. De haan kraait, maar geldt dat niet ook voor ons geweten? Dat ons geweten als een haan kraait op het moment dat wij dingen doen die we eigenlijk niet zouden moeten doen. Er is echter één groot probleem. Op het moment dat je niet luistert naar je geweten en dat blijft doen, draai je die haan de nek om. Dan zal hij op een gegeven moment je niet meer waarschuwen. We hebben van God een geweten gekregen dat ons waarschuwt, dat ons oproept. Waar ben je mee bezig? Wat doe je? Heb je Jezus in de steek gelaten? En toch weten wij, Godzijdank, dat het goed afloopt met Petrus. Omdat hij ook als hij Jezus heeft verraden, met berouw tot hem terugkeert. Ja, dat de belofte die Jezus heeft gedaan, ook in vervulling zal gaan. Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Later wel. Later. Na zijn bekering. Na Pasen en Pinksteren. Zal Petrus uittrekken. En zal hij zoals Jezus sterven op het kruis. Dat kon hij niet uit eigen kracht. Dat kan alleen omdat God ons de hand reikt. Laten we die hand aannemen. Telkens opnieuw. Dan kunnen wij kinderen van God genoemd worden. En zullen we het ook zijn. Amen. Laten wij nu vol vertrouwen op Gods barmhartigheid onze gebeden aan hem voeren. Om gerechtigheid voor de vele onterecht gevangen genomene mensen, maar ook ter wereld, dat hen recht wordt gedaan. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de rechterlijke macht en de advocaten, voor heel de justitiële macht, dat zij menswaardig omgaan met de verdachten. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Om krachtige steun voor de slachtoffers van misdaden en hun naaste omgeving, dat ook hen recht mogen worden gedaan. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
voor de veroordeelden, dat zij oprecht berouw mogen hebben over hun daden en uitzien naar Gods barmhartigheid. Laat ons willen, Heer onze God, wij willen u, verhoor ons. Voor onszelf, dat wij voorzichtig zijn met het oordelen en het ons laten leiden door de hype van, Laat ons bidden, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor onze overledenen, dat zij Gods barmhartige liefde mogen ondervinden. Laat ons bidden, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dit misoffer wordt opgedragen als jaardienst voor Remy Winkels. Dat hij en alle die van ons zijn heen gegaan en die wij zo missen, thuis mogen zijn bij God en nu een eeuwig Pasen mogen vieren. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons uw volk nabij en genadig, nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid door Christus onze Heer. Amen. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle leven. Later het mij nog leven. Gij deelt ons met zijn. Neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen, en u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zij gij, God, in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, voor u. Maak ons vrij. Dit, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, zie genadig naar de offeranden van uw gemeenschap. Wij bidden u, mogen wij eens in hun volheid de heilige gave bezitten, waaraan gij ons nu reeds deelachtig maakt. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u en met uw geest. Verheft uw hart. Wij zijn met ons bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Weer breken de dagen aan van het verlossend lijden,
en van de glorievolle verrijzenis. Weer wordt de trots van de oude vijand gebroken, en herdenken wij het mysterie van onze verlossing door Christus onze Heer. Door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugd aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord. Als u daar heer, dit lied wordt aangeheven. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria tua, hosanna in excelsis. Benedictus, qui fenit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen bij, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Kondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren totdat hij komt. Zijn dood en verrijzenis, dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heilig. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. Wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk, met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, de hulpbisschop Evera, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn. En u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid.
Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Wenst elkaar de vrede. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar ons tot het eeuwige leven. Het bloed van Christus bewaar ons tot het eeuwige leven. God heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. U die Christus niet kunt ontvangen onder de communie, kunt wel de geestelijke communie ontvangen. En daartoe zal ik met u het volgende gebed uitspreken. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.
Laat ons bidden. Heer, wij zijn gevoed met uw heilzame gaven en doen een beroep op uw barmhartigheid. Breng ons door het sacrament, dat onze kracht is in dit tijdelijk bestaan, eens tot het eeuwig leven, door Christus onze Heer. Amen. Laus Deo vindt u het Salve Regina 1244. Morgen woensdag, de mis om 9 uur, witte donderdag, alleen 's avonds om 7 uur. De Heer zij met u en met uw geest. Zegen u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. A te clamamus, et soles filii ecce, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lagrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, eos unos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, post terra.